Verbetering van de communicatiestroom naar de samenleving vanuit het Hof van Justitie zal en moet verbeterd worden. Dit stelde Hofpresident Iwan Rasoel Baks vandaag tijdens de opening van het zittingsjaar van de organisatie. De rechtsgeleerde vindt dat het vertrouwen van het publiek heel erg belangrijk is. Omdat public trust en confidence in geding scheen te zijn, dat volgt uit de aanbevelingen van het congres. Op deze twee punten. De rechter zal er naar streven, in 2025 sowieso, om daadwerkelijk vonnis te wijzen op de dag die met partijen is afgesproken. En de organisatie van de rechterlijke macht zal ervoor zorgen dat het vonnis gereed is en prompt beschikbaar is voor partijen. In een rechtszaak zal de justiciabele en de advocaat zich in voldoende mate gehoord moeten voelen. De hofpresident zegt verder dat de rechterlijke macht verder wordt klaargestoomd voor een goede procesbewaking middels digitalisering. Ook het nieuwe procesreglement voor civiele zaken wordt voorbereid voor een goede procesbewaking. Zodat er niet onnodig oponthoud komt in een rechtszaak. Niet aan de zijde van de rechter en de rechterlijke organisatie, maar ook niet aan de zijde van de justiciabele en de advocaat. De huidige 31 rechters die het Hof telt, hebben zich voorts gecommitteerd als een uitvloeisel van het congres om tijdens een te houden workshop eind deze maand aan introspectie te doen ter verdere verbetering van de communicatie met en de dienstverlening aan de justiciabelen en de advocaten. We gaan naar binnen kijken met de workshop, met elkaar, nagaan wat is de behoefte, waar heeft men ons op gewezen, wat kunnen we verbeteren met elkaar. Wat verwachten we van elkaar als rechters? Rasoel Baks benadrukt dat er aan de deken van de Orde van Advocaten gevraagd is een lijst te maken van obstakels die worden ervaren aan de zijde van zowel de magistraat als het Hof van Justitie.